Je zou soms bijna vergeten dat Joe Biden de president is van de Verenigde Staten. Want elke keer weer duikt zijn voorganger op. Al gelooft een meerderheid van de Republikeinen dat hij eigenlijk gewoon nog steeds de wettige president is. The election was rigged and stolen and now our country is being destroyed. I ran twice, I won twice. And now, in order to make our country successful, safe and glorious again, I will probably have to do it again. Ja, een typisch Trumpiaans zinnetje, hè, vrienden? Beetje insinueren. Ik ga het misschien doen. Hè? Ja, zo, ja, dat is steeds dezelfde truc. Koen, wat denk jij? Gaat hij? Ik betwijfel het. Hij zal toch zeker willen weten dat hij wint. Omdat hij niet het predicaat loser wil krijgen. En het hangt heel erg van de kandidaten af die hij heeft gesteund. En die ook zijn gedachtegoed aanhangen. Hoe sterk die het doen. En je ziet bij een aantal races, bijvoorbeeld in Georgia, dat de senaatskandidaat die heel erg Trumpiaans is op 50-50 staat met zijn opponent, terwijl de Republikeinse gouverneur in diezelfde staat met hetzelfde electoraat een procent of 8 voor staat op zijn democratische opponent. En dat laat zien dat Trumpiaanse kandidaten in een Republikeinse staat minder populair zijn dan normale Republikeinen, als ik het zo kan zeggen. En dat zou bij Trump toch nog wel wat twijfel kunnen brengen of als hij de Republikeinse kandidaat is, of hij voldoende staten kan winnen om die presidentsverkiezingen te winnen. Even voor de duidelijkheid, want dat is een thema. Jan, dat ben je met me eens, denk je. Dat hebben we op deze manier nog niet aangevlogen, zo gezegd. Je zegt dus, er zijn vooral in Republikeinse staten Republikeinse stemmers die twijfelen aan de Trumpiaanse politiek. Ja, waar je ziet dat een traditionele Republikeinse kandidaat voor één functie gaat en een Trumpiaanse kandidaat voor de ander, dan kan de een voor gouverneur gaan, de ander voor senaat, dat de traditionele Republikein het in die typisch Republikeinse staten veel beter doet, in de peilingen tenminste, dan de Trumpiaanse kandidaat. Ja. En dat kan wel een indicatie zijn dat de Republikeinse kiezers toch zeggen van, nou, als we de keuze hebben, dan toch liever de ander. En dat je een risico loopt als je met een Trumpiaanse kandidaat en straks met Trump zelf de verkiezingen weer ingaat. En dat zal Trump moeten afwegen. Ja, Jan, het herinnert me aan iets waar we het een tijdje geleden over hebben. Moet je het nog maar even vertellen? Want jij hebt nogal wat door, Republikeins terrein gereisd de afgelopen tijd en ook gesproken met Republikeinen. Hoe voelen de mensen over deze kwestie als jij met ze praat? Herken je wat Koen zegt? Ja, wel. Ja, zeker. Want je hebt de wat meer gematigde Republikeinen, klassieke Republikeinen misschien, hè, een beetje de Bush-achtige Republikeinen, die zijn er zeker wel. Alleen wat het probleem daar een beetje bij is, die hoor je gewoon veel minder. Dus daar hebben we het daardoor ook veel minder over. Maar er zijn genoeg voorbeelden. Ook zelfs bijvoorbeeld een Brad Raffensperger, hè, die man in Georgia die opstond tegen Trump eigenlijk, toen hij probeerde met dat telefoontje de verkiezingsuitslag daar te veranderen. Ja, van doe mij alsjeblieft nog even 11.500 stemmen. Ja, precies, ja, precies. En dat alsjeblieft, dat zat er niet bij. Nee. Maar die doet het gewoon heel goed. Terwijl je dan zegt van, wauw, dat gaat eigenlijk een beetje tegen zo'n trend in. Dus dat klopt inderdaad. En wat mij opviel, was ook juist hoe hard de echte Trump-supporters zich laten horen en hoeveel meer je die ook hoort. Omdat die gewoon veel meer overtuigd zijn. Die zijn ook gefrustreerder. Daar zit veel meer energie achter. En daar zit echt ook wel een soort cyclus in, zeg maar. Hoe dat werkt en hoe dat naar buiten komt. Want bijvoorbeeld in Arizona, daar was ik vorige week. Die mensen daar, die horen dan van Trump en van Carrie Lake. Dat is de belangrijke kandidaat voor gouverneur daar, hè. Echt een soort Trump-kloon bijna. En dan doe ik er eigenlijk een beetje tekort. Ze is in sommige zinnen is ze gewoon beter dan Trump, is ze slimmer. Maar dan horen ze van die mensen, verkiezingen die zijn gestolen. Juist ook in Arizona. Hier is een heleboel misgegaan. Het is echt helemaal allemaal ellende hier eigenlijk met de verkiezingen. Trump had gewoon moeten winnen. En dat gaat gewoon weer gebeuren. Dus hier moeten we wat aan doen. En daar zit vaak dan ook wat subtiels in die boodschap. Dat het een beetje weer dat impliciete van dat ze het niet letterlijk hebben gezegd, maar dat wel iedereen meteen weet wat ze bedoelen. En dan worden ze
via websites en groepen op internet, Telegram-groepen, worden ze dan opgeroepen om bijvoorbeeld stembussen te beschermen. Dat gebeurde ook bijvoorbeeld gewapend toen ik daar was dit weekend. Heb daar ook een nachtje staan posten. En dat zijn dan, dat klinkt heel heftig, hè? Gewapende mensen bij een stembus die bang zijn dat er 's nachts allemaal fraude wordt gepleegd. Maar dat zijn hele normale mensen, vaak gepensioneerd, want die hebben de tijd. En die stonden me heel vriendelijk te woord, maar lieten wel eventjes hun wapen ook zien. En wat ik dan van hun hoor, is echt broeiende frustratie over 2020. Het eindigt dan echt een beetje in van die 6 januari-achtige praat van de bestorming van het Capitool. Dus je hebt inderdaad die gematigde Republikeinen, maar de mensen die je hoort, die overal zijn en die hun frustratie laten blijken, dat is juist die extremere groep.